Hey, met Zakka. En Tini. Hallo iedereen. Hallo iedereen. Back in again met een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Zita. En wij gaan vandaag iets super speciaal doen. En vandaag gaan we echt iets super leuks doen. De LOL Surprise OMG doos zijn namelijk jarig. En om dat te vieren gaan we een kleine challenge aan. We gaan het opnemen tegen Haley Bonnewee. Ik weet toch ook niet hoe je een oog moet halen. Luna de Po. En ook tegen elkaar. Om de beste verjaardagstaart ever te bakken. En ook om de LOL Surprise tweets te unboxen. Daar kun je ook stemmen welke taart het beste is. Maar stem op mij. Als je dit doet, maak je namelijk automatisch kans op een leuk LOL Surprise verjaardagspakket. En wie weet kom ik het wel bij jullie thuis leveren. Hebben wij geen ingrediënten? Ja, zeker aan vast. Dus, we tellen tot 3. 1, 2, 3. Oh! Ah, oh, mijn receptje. Kapot doen. Dit is wat ik heb. Chocolade. Zij mengt gewoon de. Kijk, dat gaat bijna naast. Ja. Oeh, dat is warm. We hebben nu een andere verrassing voor jullie. Terwijl dit aan het bakken is, gaan wij jullie iets anders tonen. Inderdaad. Let's go. Let's go. Dus dat zijn de LOL Tweens. Ik heb de blauwharige met zwarte mesjes. En dat is groter dan de normale poppetjes. Oh. En ik heb dus de krullenbol. Ik vind die eigenlijk wel de mooiste. 1 hour later. Zo! Oh. Dit is echt het einde van de video en dat is het einde van de podcast. Stem op mij, want ik wil winnen. We hebben de Tillycake en de zakken. Ja, het is echt nog. Ik vind het echt nog leuk. Het is echt nog goed. Ja, en het is ook lekker van binnen. Wat vind je van ons mooie? Het is toch super goed verdekt. Dus ja, ga zeker stemmen op lolsurprise.benelux. En maak kans op een leuk LOL verjaardagspakket. Heb jij al een keer een taart gebakken of ga je een bakken? Stuur dan zeker een foto naar lolverjaardag@gmail.com. Want dan maak je extra kans om te winnen. Peace and love. Bye!